Dit is hem dan, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, Maurice Stijn. Ja, die aanstelling hing de afgelopen dagen al in de lucht, maar is dus nu ook wereldkundig gemaakt door de Amsterdammers. Stijn is geen vreemde in de Eredivisie. Hij loodste namelijk Sparta Rotterdam in het voorbije seizoen naar een knappe zesde plaats. Hij heeft in Amsterdam zijn handtekening gezet onder een contract voor 3 seizoenen. Ja, wat vind jij van dit nieuws? Ben je blij met deze aanstelling of had je toch liever iemand anders op deze positie gezien? Laat het weten in de comments hieronder.